Erika Paans is meewerkend teamcoach in opdracht bij de dakloze opvang het MFC. Het MFC werkt samen met Iris Zorg, de gemeente Nijmegen en de GGD. Tijdens de koude wintermaanden biedt de opvang de dakloze bevolking van Nijmegen een warm bed aan. Het winterprotocol voor het MFC houdt in dat wij extra bedden capaciteit hebben. Dus dan gaan de 10 bedden boven onze gewone capaciteit. Het MFC is een opvang voor gebruikers. Dus mensen die eigenlijk volop in het gebruik zitten, dak- en thuisloos zijn. Want we hebben ook een andere locatie, dag- en nachtopvang. En dat is eigenlijk voor de niet-gebruikers. In principe, als zij zich willen aanmelden voor de winteropvang, kunnen ze dat vanaf 4 uur 's middags doen. En eigenlijk de hele avond door. En ze kunnen binnen vanaf 9:30. En dan tot de volgende ochtend 8:00. De GGD is leidend, dus zij bepalen de temperatuur en de gevoelstemperatuur. En zij sturen een mail rond naar alle locaties en voor iedereen waar het voor geldt. En wanneer de winteropvang ingaat. Temperatuur is -5 of gevoelstemperatuur -5. Dan gaat fase 1 in. Dat betekent dat dat de winterregeling nog vrijwillig is. Dus mensen kunnen zich aanmelden en dan moeten wij ze wel binnenhalen. Als het langer duurt dan 1 dag -5, dus 3 dagen. 3 dagen -5 of gevoelstemperatuur -5, dan wordt het fase 2. En dan zijn we verplicht om iedereen ook van straat te halen. Althans, dat gaat dan in samenwerking met de politie. Ja, de daklozen hebben natuurlijk niet allemaal een mobiele telefoon. Dus wij kunnen ze niet zelf op de hoogte brengen dat de regeling ingaat. Dat zal wel op straat gebeuren door politie, toezicht. Mensen die ze elders tegenkomen of mensen die bij de GGD binnenkomen. In principe is de opvang alleen voor het slapen. Ze kunnen 's ochtends ontbijt krijgen en na het ontbijt dan worden ze verzocht weer te gaan.